Hallo en welkom bij Pulse Model Train Stuff. Vandaag heb ik een BR50, denk ik. Of een BD50, dat moet ik nog even uitzoeken. Een stoomlocomotief van de Duitse spoorwegen. Heeft drie problemen dat ik nu weet. Eén van de lichtkapjes ontbreekt. Ik ga kijken of ik daar een 3D geprinte versie voor kan maken. Maar ik heb daar een hard hoofd in. Dat is best wat werk. Hier zit een drijfstang ontbreekt, waardoor dat, het loopwerk niet goed zit. En ik merk dat die kortsluiting lijkt te maken. Dat kan gerelateerd zijn hieraan. Dat was niet in de originele omschrijving toen ik hem kocht. Maar het kan ook een andere oorzaak hebben, maar ik denk dat dat wel op te lossen is. Dus ik ga hiermee aan de gang. Wat betreft deze hier, een paperclip. Een stukje paperclip zoals hier is prima geschikt, heb ik al gemerkt qua diameter. En ik heb hier een stuk paperclip op maat. Ik heb een klein puntje erop gesoldeerd. Kijk, een klein puntje erop gesoldeerd al, zodat die, zodat ik er iets op kan solderen dadelijk, dat hij vrij kan bewegen. Of misschien dat ik het lijm, in ieder geval dat het vrij kan bewegen, maar dat hij er niet telkens uitvalt. En dus dat is een makkelijke. Ik ben blij dat het precies paperclip formaat was. Ik was even bang dat het misschien veel dunner zou zijn. En als het veel dunner is, dan is het ook moeilijker om hem niet te laten verbuigen. Hier heb ik het stukje paperclip. Kan er zo in. Ja. Zo, nu steekt het stukje soldeer nog net uit. En ik kan hier nu even een pinnetje op solderen of een. Het liefst natuurlijk een mooi rondje, maar ik denk niet dat ik die hier op voorraad heb. Maar als ik alleen al er een stukje metaal op weet te solderen, dan voorkomt het er al dat die met het rijden eraf valt. Dus ik ga eens even kijken wat ik hier heb liggen. Dit is natuurlijk een veel te grote pin, maar nu kan ik hem rustig bij gaan knippen. Het is niet de allermooiste. Ik ga hem nog wat bij knippen en bijschaven. Maar voor alle andere dingen die ik hiermee ga doen, met het testen en zo, is dit eigenlijk al prima. Het is nu alleen nog maar even cosmetisch, dus daar ben ik al blij mee. Ik denk dat ik met een kleine slijptol hier nog, dat ik hem wat vlakker ga maken. En dat die dan in ieder geval wat minder opvallend wordt. Het andere probleem is dat ik... Hier even mijn voltmeter. Die sluit ik op mijn rollenbank aan. En dan zou die moeten zeggen: nou, ik heb hem verkeerd om. Maar wacht, opgelost. 17 volt. En als ik het achterste deel erop zet, 17 volt. En zodra het voorste deel erop komt, daalt het naar 3 volt. Iets in het voorste deel maakt nu kortsluiting. Het gekke is dat heel af en toe lijkt hij een stukje te rijden. En ik weet nog niet helemaal wat dat, waardoor dat het komt. Ergens hier lijkt er een contactkortsluiting te maken. Nou, gelukkig vind ik stroomdingen wat makkelijker te repareren dan
cosmetische zaken. Dus ik ga eens even kijken hoe dat hier open moet. En wat hier binnenin zit, zal waarschijnlijk smerig zijn en goed schoongemaakt moeten worden. En ik hoop dat ik hem vrij snel weer aan de gang heb. Het zou trouwens ook kunnen dat het de motor zelf is. Dus dat de stroompick-up hier zit. En er loopt hieronder een draadje naar de motor. En dat de motor zelf nu kortsluiting maakt. Ik zal het even moeten bekijken. Het eerste wat mij opvalt is dat ik het idee heb dat deze stroompick-up niet klopt. De bobbel waarmee die normaal gesproken op de assen drukt zit aan de bovenkant, dus drukt niet tegen de as aan. Misschien klopt het gewoon, maar ik vind het vreemd uitzien. Verder, wat betreft openmaken deze twee schroeven, dan denk ik dat hier de hele onderkant vanaf komt. Ik had verwacht dat onder deze schroef, die ook nog eens best los zit, dat daar een veer onder zou zitten die de voorste wielen tegen de baan aandrukken. Ik kan kijken of ik die nog één heb liggen. Als dat nodig is. Als die namelijk veel. Als die hier niet zit. Bij anderen in ieder geval. Dan zie je dat dit veel ontspoort. Dus waard om even te gaan zoeken. Dit is wel een typische. Ik verwacht er een veer onder constructie. Gezien ook de extra ruimte die daar gelaten is. Dus. Dat er nog meer schroeven zijn die ik vergeten ben. Mijn indruk is wel dat er al eerder aan geklust is. Hier lijkt een schroef te ontbreken. En ik zie hier ook nog wat schroefgaten waar niks in zit. Dus ik denk niet dat ik de eerste ben die hem onder handen neemt. Ja, ja, het is dus niet zozeer dat deze kap rond de wielen eraf gaat. Maar dat het hele onderstel. Alles komt los van de tank. Die gaat even opzij. Het huisje. Er loopt hier een kabel. Die loopt hier naar binnen. Er zit hier nog een schroef. Ik zal eens kijken wat er nog meer loskomt. Ja, ik. Nee, die laat ik het natuurlijk weer terug. Want daarmee komen de drijfstangen en dergelijke los. Daar wil ik niet aan beginnen. Even zoeken wat de volgende stap gaat zijn. Bij het verwijderen van de kap van de tender. Deed niet ineens. Dat vind ik een beetje vervelend. Want dat betekent dat er dus ergens iets mis kan zijn. En ik weet nu niet precies waar. Hij loopt wel lekker. Loopt soepel. 3 aangedreven assen. Een 4e dummy as zit hier. Verlichting doet het nog goed. Dat is allemaal mooi. En ik denk dat ik hem dus in elkaar ga zetten om te kijken wat er, of hij dan blijft doen. De locomotief is elektrisch helemaal in orde. Front- en sluitverlichting brandt goed. Ik heb geen idee wat die kortsluiting veroorzaakt heeft, wat me wel enigszins frustreert, want het kan dus zomaar terugkomen. Mijn poging om het lampje te 3D printen loopt stuk op eigenlijk wat ik al wel verwachtte. Mijn printer heeft geen resolutie die hoog genoeg is om dit goed te kunnen doen. Ondanks dat het ontwerp nog niet eens het meest beroerde is. Wat betreft de drijfstangen. Bij het bijwerken van deze is de andere losgeschoten. Dus die heb ik allebei even moeten repareren. Maar het loopt nu goed. Aan deze kant, maar ook aan de andere kant. Waar geen reparatie nodig was. Ik geloof dat het de deflectoren zijn. De grote panelen hier. Voor de rook eigenlijk om die beter weg te krijgen.
ontbreken. Ook jammer. En de lamp dus. Nu heb ik gezien dat die lamp bij meerdere modellen ongeveer hetzelfde lijkt. Hopelijk is dat dus ook voor deze deflectoren. Als het zo is, dan het is in ieder geval waard om op de beurs te kijken of er een vergelijkbare lok is om te gebruiken voor wat onderdelen. Die hoeft verder niet in al te beste staat te zijn. Maar voor deze houdt het op voor vandaag. Ik ga hem opbergen voorlopig even. Totdat ik ofwel wat onderdelen bij heb of een nog betere 3D printer. Beide is even onwaarschijnlijk als ik eerlijk ben. Bedankt voor het kijken in ieder geval. En ik zie jullie graag een volgende keer. Mocht je nog commentaren hebben, iets te melden, zet het vooral bij YouTube in de comments. Ik probeer overal op te reageren.